Ja, Jos, waar kennen de mensen je eigenlijk van? Ja, de Willemskantine. Dat was de start van het hele verhaal natuurlijk. Dan was 5 euro schelen. 5 euro's? Op je muil, gauw. Nou is vandaag in het nieuws dat er meer daklozen bij zijn gekomen de afgelopen 6 jaar. Merk je dat ook hier? Ja, natuurlijk merk ik dat hier. Die ken ik, want die kennen mij ook. Die zie ik op straat. Die zie ik s'nachts hier op het bankje zitten. Even op de middendag is dat niet zo lollig natuurlijk. Nou heb je 200 in je mik gedaan. Je hebt 500 bij je gisteren. Waar zijn die andere 300 dan? Ja, hoe komt het nou dat er meer daklozen bijkomen? Ja, ze hebben subsidies. Alle subsidies, subsidies zijn er niet meer. Dus die mensen worden niet meer opgevangen. Dus die gaan weer naar de straat op. Of naar buiten. Of in prostitutie in. Of in de criminele wereld. Nou zijn er mensen die zeggen, ja, in Nederland word je ook niet zomaar dakloos. Dan moet je het wel echt bond maken. Nee, als je ruzie met je wijf krijgt, dan is het gauw gebeurd. Nou moet je eens werken, hè? Dan weet je wat werk is. Wist ik wel op. Hoe is het nu met jou? Ben jij nog op zoek naar woonruimte? Nou, ik ben eigenlijk op zoek naar een oma van 80 die 5 miljoen heeft. Daar trouw ik er vanmiddag nog mee. Dat is het me beter af. Want dan zit ik lekker vanavond op de Kanarische-eilanden. Ga ik lekker de strand doen, barbecue en hasta la vista, baby. Lekker warm. Zie je, ga ik lekker liggen.